Casino's op Sint Maarten. Volgens de één bron van geldwitwassen, volgens de andere onschuldig vermaak voor vooral Amerikaanse toeristen. En volgens het hoofd van de Nationale Politie in Nederland een voorbeeld van een innige relatie tussen onder- en bovenwereld. Daar is de baas van de Nationale Politie op Sint Maarten het niet mee eens. Ik denk dat de heer Bouwman geen punt heeft. Ik denk dat samenwerking in de opsporing en de bestrijding van de criminaliteit en de internationale criminaliteit alleen maar kan als je samenwerkt. De conclusie is natuurlijk dat er corruptie is. Dat is in elk land, dus dat is ook in Sint Maarten. Maar de conclusie is dat er geen feitelijke bewijzen zijn op dit moment van verstrengelheid van de bovenwereld en de onderwereld in een structurele wijze. Toch zijn er wel concrete bewijzen van omkoping door bijvoorbeeld een bordeelhouder en een parlementslid. In 2013 verscheen een filmpje op internet van de Bada Bing-eigenaar en parlementslid Patrick Iljic. Daarin is te zien hoe er geld wordt afgedragen om vergunningen in orde te krijgen. Maar of deze zaak exemplarisch is voor corruptie op Sint Maarten? Om iedereen over één kam te scheren als zijnde een corrupt organisatie of een corrupte persoonlijkheid, ja, daar bereik je verder niks mee. Aan de bar en op straat is een gesprek over corruptie op het eiland makkelijk te voeren. Maar voor de camera wil bijna niemand iets openlijk zeggen. Alleen een omstreden activiste en blogger wil wel zeggen dat Bouwman gelijk heeft. De mafia controls our government. And they do it with money. It is an unbelievable level. It's so corrupt in St. Martin that we make the other countries look at us in awe. Bouwman is telling the gospel truth. No one has spoken truer words about St. Martin corruption and crime within the police and the government. De vraag of de onderwereld de touwtjes in handen heeft op Sint Maarten laat zich niet makkelijk beantwoorden. Verschillende rapporten over integriteit en corruptie tonen aan dat de omstandigheden er wel toe zijn. Maar concrete arrestaties en veroordelingen zijn er niet geweest. En juist dat is volgens critici, waaronder korpschef Bouwman, reden om harde bewoording te gebruiken. En of dat helpt in de strijd tegen corruptie wordt duidelijk dinsdag wanneer beide landen elkaar in Den Haag ontmoeten voor overleg.